Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ja, en een hartelijk welkom bij Corilla en de Beestenboel. Er zijn er twee binnen, één is er buiten. Ja, ik kan niet bij mijn computer zitten, want dan zie ik niks meer. Dan word ik verblind door de zon. De Astrid die kwam onverwacht helemaal aanlopen. En dat met die kou. Blablabla. Ja, echt koud. En Chrissy die heeft er verslapen, maar die komt zo ook. Ja, niks aan te doen. Ook zij heeft er slaap nodig. Het is zondag de 18e. En het is 12:51, dus bijna 1 uur. Ja, het is prachtig mooi weer. Ja, ik heb mijn raam trouwens ook verder versierd, zoals jullie zien. Allemaal slingertjes erbij. Leuk hè? Ja. Nee, en een mooie blauwe lucht. Ik zie een of andere pijl. Als Wolle, dat heeft vliegtuigen gedaan, denk ik. Daar, net een pijl. In de lucht. Leuk. Ja, leuk. Maar oké. Okay. Zoals ik al zei, ik kan niet bij de computer komen. Frodo. Niet likken. Nee. Moet het niet doen. Wat een dikkie. Ja, je bent moeilijk, hè. Je hebt het ook zo zwaar, hè? Ja. Oh, zo zwaar. Malontje. Ja, oh, malontje. Ik weet niet waar Ewin is. Is die? Oh, is die naar boven gegaan? Ja, dat kan ook. Ja, ze zit ook niet hier op een stoel. Nou ja, dan hebben we pech gehad. Maar ja, wij wachten geduldig af ook. Totdat Chrissy er natuurlijk is. Chrissy wil wel op de vlog. Astrid, haar benen af en toe, de handen af en toe er helemaal zelf. Maar de ene keer wel, de andere keer niet. Dus ja, dat maakt allemaal niet uit. En dat is gewoon, we gaan gewoon gezellige middag houden. Of niet dan, Astrid? Ja, toch? Ja. Gewoon een gezellige middag van maken. Simpel zat. Doen jullie dat ook? Doen wij dat ook? Ze zeggen doei doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. En ja, wie is erbij gekomen? Jullie raden het al. Onze Chrissy. Nee, Sinterklaas die komt hier niet. Die gaat ons voorbij. Maar Chrissy die is hier, is bezig. Ja, hij komt binnen en krijgt natuurlijk gelijk het werk weer naar mijn oren gesmeed hier. Hè. Altijd hetzelfde liedje. Vandaar dat ik ook zo graag kom hier. Hallo allemaal! En wat ben je aan het maken dan, Chrissy? Nou, er was een engeltje, het was vleugellam geworden. Vleugellam? Ja. Kan dat ook nog? Ja. Ach, hele. Maar goed, ik heb er nu weer een vleugel op weten te fabrieken. Maar ik ben bang dat die lijm het niet had. Wat een hardlijm dan? Noemen ze secondenlijm? Ja. Wat een toestand dan. En als dat niet houdt, wat voor lijm moet je dan in vredesnaam gaan gebruiken? Nou, dan heb ik nog thuis andere lijm liggen die het zeker wel zal doen. Oh, hoe heet die lijm? Goeie vraag, zoek hem op. Maar? Ja, dat deed ik van de week ook. Het lag weer beneden. Dat lukt dus niet. Gaat dus niet. Nee. Dat gaat het hem niet worden. Mijn vingers zitten wel op elkaar geplakt, maar voor de rest valt het wel mee. Valt het allemaal wel mee. Maar denk je ook om het tafelkleed, schat? Nou, dan zit het meteen goed vast. Nou ja, en we hebben een lekker bakkie koffie. Was bij een Engels in wat, hè? Ja, maar oké, ja. Dat kan de pret niet drukken. Dat is een zwemengeltje. Ja, in de koffie. Wou ze nog bruin worden dan dat zo is. Ja, nou lagen de vleugeltjes eraf, dus ik heb gelijk het helemaal even schoongemaakt. Normaal kun je er haast niet tussen komen, tussen de armen en de vleugeltjes.
nou ja, we hopen dus dat het heel gaat worden. Ja, want anders weet je er niks aan. Hè? Ja, nou, en dan kan hij weer erbovenop hangen. Ja, daar behoort hij. Want ik denk niet dat je zulke soort engeltjes nog kan kopen of ergens kan krijgen of wat dan ook. Ja, het is zo van die oud gekleurd. Ja, ik heb het al jaren. Mijn hemel. En ze hadden ook die kleur dat ik ze zo kreeg. Maar ja, wat doe je eraan? Eens gaat het kapot, maar ik wil dan wel weer ja, een setje van 3 terug. Want het was een setje van 3. Ja. Ach, misschien heeft iemand hem nog wel liggen. Kijk, zo ziet hij eruit. Ja. Met vleugeltjes. Net vleugeltjes. Ik weet niet hoe lang, maar... Zie je wel, dus. Geweldig. Maar ja, maakt het ook uit. We hebben als we maar lol hebben, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ja, ja. Astrid is al geruime tijd weg. Chrissy is ook weer weg. Ja, die is net de deur uit. Die heeft even Frodo ook aan het behandelen geweest. En ja. En dan gaat hij dinsdag gaat hij onder de douche met Chrissy. Ja, dat zou vandaag. Maar aangezien dat Chrissy er per ongeluk had verslapen, is daar niks van gekomen. Ja, hé, Ewin. Ja, hè, tante Chrissy had er verslapen, hè. Ja, hè. Ja. Wat verdikkie, hè? Ja, kan allemaal gebeuren op je vrije dag, toch? Ja, ik ben dus weer alleen. Ik ga nog een bakje koffie maken, want ik ben vandaag wel even een aantal keren de trap op geweest. Om even wat anders aan te doen. Wat ik dus ook met de trouwdag van Karin en Roderick aan doe. Heb ik aangehad. Ook dat ding wat ik in mijn haren heb, sieraden, alles, de hele rattenplan had ik aan. Daar heb Chrisje even foto's van gemaakt. Dus ja, leuk. Stond me geweldig. En ik ben voor één ding blij. Ik kan gelukkig een legging eronder hebben. Waarom? Het is mij onder te koud en ik wil niet op mijn... dochter haar bruiloft ziek worden dat ik ga verkrampen van de kou. Dus dat kan niet. Nee. En ik ben al eenmaal een koukleum. Dus ja, en ik heb ook al geen mouwen in die jurk. Het is mouwloos. Maar ik heb mijn jasje erbij gepast en het staat allemaal perfect. Geweldig gewoon. Ja, ik ben er blij mee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie. Wat is het? Hoe laat is het? Namiddag, het is nog geen avond, dat gaat pas om 6:00 in. Ja. Dus jullie namiddag, geniet daarvan. En smakelijk eten. En ik zou zeggen, tot vanavond. Doei! Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik zeg goedemorgen, want het is alweer een goedemorgen. Ik moet nou op mijn horloge kijken. Het is 2:30, midden in de nacht. We leven dus al op maandag de 19e, maar ik zeg nog niet van welkom hoor. Nee, doen we nog niet. Nee, want ik ga nog lekker slapen. Maar ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Frodo is even buiten. Die is eventjes, weet ik veel wat aan doen. Die zit eigenlijk te bijten en te doen. Oh nee, te krabben. Kom maar gauw. Het is koud. Ja, het is echt koud. Ik moet zo meteen de deur even op slot. Kan er ook niemand meer in. Ken ik veilig met mijn diertjes naar boven toe. De andere twee die zijn al boven. Ja, en jij gaat zo je kap afkrijgen. Dan hou je je melkkorf om en dan kun je naar boven. En met je vrouwtje nog even naar de wc. Ja, nou. Zijn lief, hè? Oeh, wat zijn we lief. Joh. Komt goed met jou. Ja hoor, komt allemaal goed. Maar lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook van jullie nachtrust. Ik ga ook, pak mijn beestje en ik vlieg naar boven toe. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.